Hey Bart Valkenier hier van MaakIetsMedia.nl en we zitten hier in 2023, Bessie Rood onderdeel D. En in deze video ga ik je laten zien hoe je deze poster maakt. Alright! Het gaat allemaal over een uh, spellenbeurs Game Up 23. En wat moet je doen? Om de spellenbeurs en de actie Magic Back te promoten, moet er een poster worden gemaakt. Jij krijgt de opdracht om deze poster te maken. Wat heb je allemaal nodig voor deze uh, opdracht? Map VR-poster. Want in die map vind je dus deze bestanden. En die heb je nodig om die poster te maken. En hier ook een wordbestand. Want in dat wordbestand zitten een heel aantal teksten die in de poster terecht moeten komen. En je vindt hier ook heel aardig van ze. Een opzet voor de poster in grijs tinten. Hier een logo. Hier wat is het te doen? Kopen Magic Back. En eh, we gaan het dus eventjes op deze manier maken. Oké, okay, daarvoor gaan we maar eerst maar eens eventjes naar een nieuw Word bestand. Oké, okay, even kijken naar de eisen. Oké, okay, algemeen formaat, afdrukstuk Afdruk, stand en marges. A3-formaat, staand en marges, overal 1 centimeter. All right, standaard, als je in Word werkt, is het op A4. Een handig trucje alvast, control. En dan draai je aan je muiswiel, kun je heel makkelijk in- en uitzoomen. Maar goed, wat ik zeg, het is A4 en het moet dus A3 worden. Dan ga je naar indeling en dan vind je hier formaat. En als het goed is, staat er bij jouw computer... A4, A5, maar ook A3. Het kan zijn dat het er niet staat, zoals in mijn geval. Waarom niet? Omdat ik geen A3-formaatprinter heb aangesloten. Vaak op school is het wel het geval. Uh, ik zit die thuis dus hier niet. Nou, always not lost, want je kan hier ook op meer papierformaten klikken. Krijg je dat? Krijg je hier een nieuw schermpje. En hier kan je letterlijk intypen hoe groot jouw papier moet worden. De breedte van A3 is 29,7 centimeter. En de hoogte is 4,5. 42 centimeter. Druk je op oké. OK en dan zegt Word. Ja, ah, dat kan ik helemaal niet printen. Weet je het zeker? Ja, ik weet het zeker. Dus klik op negeren. En nu heb ik dus een A3 formaat papier. Je ziet het er niet aan af, maar het is echt A3. Oké, okay, dan eens even kijken naar wat we nog meer moesten maken. A3 formaat. Hij staat, dus hij is staand. En de marge is overal 1 centimeter. Nou, in dezelfde. Uh, lint, hier indeling, vind je hier ook marges. En als ik op marges klik, vind je hier normaal, smal, gemiddeld, breed, gespiegeld en hier ook nog bijvoorbeeld aangepaste marges, kun je ze zelf intypen. Maar in dit geval zijn we op zoek naar smal en heb ik hier dus smalle marges. Dat kun je eenmaal zeker weten checken als je bij beeld eventjes lineaal aanzet, dan zie je hier dat die marges gewoon wat kleiner zijn. Oké, okay, fixed. Teksten, die hebben we dus. Kleur en lettertype bepaal je zelf als het maar goed leesbaar is. Inhoud en vormgeving. Het logo staat bovenaan de poster, is gecentreerd en 8 centimeter breed. Nou, dat logo, dat is deze. Het staat letterlijk logo GameUp 23. Die doen we linksklik en sleep in Word. Nou, en zoals altijd bij... Afbeeldingen en tekstvakken, klik je hier op de indelingsopties, hier altijd voor tekst en positie op pagina fixeren. En als je dat doet, kun je hem makkelijk overal neerzetten waar je maar wil. Maar we moeten hem dus gecentreerd hebben. En hier krijg je het groene lijntje. En hier staat hij dus automatisch in het midden. Die lijntjes zijn heel erg handig, want dan daarmee kun je dus snappen naar de smalle marge die we net hebben ingesteld. Of zo in één keer plop in het midden. Maar goed, hij moet 8 centimeter breed worden. Doe je dat afbeeldingsindeling helemaal naar de rechterkant vind je je hoogte en breedte. En breedte kan ik zo doen en doe ik op 8 en dan zie ik daar, Oké, dit logo staat gecentreerd en is 8 centimeter breed. Oké, okay. afbeelding onder de kant staat onderaan de poster, over de hele breedte van de pagina, wel binnen de marges blijven en minimaal 7 centimeter hoog. En de witte rand onderaan de afbeelding of de weerspiegeling dus is niet zichtbaar. Oké, okay. gaan we eens eventjes fixen. Eens even kijken, waar heb ik die afbeelding nu gelaten? Waar zijn ze? Waar is mijn... Ah, allemaal schermpjes. Oké, okay, daar is hij. <laughs> Dit is de afbeelding onderkant. Links klikken en sleep. In Word. En hoppakee, daar staat hij. Weer, voortekst, positie onderaan, pagina fixeren. En eens even kijken. De afbeelding onderkant staat op de hele breedte van de pagina en is minimaal 7 centimeter hoog. Nou, minimaal, dus hij mag hoger dan 7 centimeter. Als hij maar minimaal 7 centimeter is, hoe zie ik hoe groot deze afbeelding is? Nou, dan vind je hier bij afbeeldingsindeling hier de hoogte en de breedte. Dus ik kan hem hier op 7 zetten. Maar ik mag hem dus ook een klein tikje meer dan 7, want het is minimaal 7. Die spiegeling moet weg. Oké. Okay. Afbeeldingsindeling dan gaan we hierop bijsnijden. Klikken. Je kan hier ook bijsnijden naar een uh, vorm. Dat kan allemaal. Dat hebben we straks ook nodig. Maar eerst maar even gewoon bijsnijden. Nu zie je deze dikkere streepjes. En links klik en sleep kan ik zo die weerspiegeling eraf halen. En met enter bevestigen. En nu is die weerspiegeling dus eraf. Ik ga hem hier op de marge zetten. En in het midden. Goed, hebben we dan alles gedaan? Hij staat onderaan de poster. Over de hele breedte van de pagina, maar wel binnen de marges. En minimaal 7 centimeter hoog. En de witte rand is niet zichtbaar. Over de hele breedte van de pagina. Dat betekent wel trouwens dat hij dus over de hele breedte, maar wel binnen de marges. Nou, die marge is dus uh, hier. Hij snapt zeg maar zo hier. Ah, zie je die groene lijn? Groene lijn, groene lijn. Hij snapt hier binnen de marges. En dan zet ik hem hier ook zo'n beetje binnen de marges. En dan is die. Dus 7,01 centimeter hoog. Wa! Gewoon lekker binnen de eisen. Afbeelding spelbord. Staat tussen logo en afbeelding onderkant. En is in grijs tinten. Afbeelding spelbord. Die vind je hier. Afbeelding spelbord. Dat is deze. En die linker klik en sleep ik in Word. En hier heb ik hem. En die moeten dus binnenin staan. Nou, nu gaat hij dus zwaar over dat logo heen dus dat willen we niet we moeten een beetje binnenin staan dus dan zet ik hem precies zo hier uh, overheen nou wat ik ook kan doen is rechtermuisknop en dan doe ik hier naar achtergrond dat betekent dus dat ik die achter het logo heb staan waardoor ik hem dus nog weer een klein tikje groter kan maken en dat is vast uh, heel erg handig later en in grijs tinten afbeeldingsindeling ga ik hier naar kleur en je hier kleurverzadiging. En een verzadiging van 0% is grijstinten. Dus hij is nu in grijstinten. Staat tussen logo en afbeelding onderkant en is in grijstinten. Dan start- en einddatum van de beurs. Startdatum staat binnen het startvak van het spelbord. En einddatum staat binnen het finishvak van het spelbord. Zijn zijn vetgedrukt. Tekengrootte 18. Punts en de teksten start en finish blijven zichtbaar. Oké, okay. dus ik moet hier teksten in gaan zetten. Nou, wat je dus niet moet doen is ergens gewoon klikken. Ik heb nu niks geselecteerd. En dan hier gaan lopen typen. Want hoe krijg je deze tekst zomaar op een bepaalde plek? Nou, dat kan je misschien proberen met enter, maar dat levert je echt heel veel problemen op. Beter ga jij gebruik maken van tekstvakken. Dus klik op invoegen. En dan hier aan de rechterkant vind je tekstvak. En hier heb je allerlei standaard tekstvakken, maar wij gaan er eentje zelf maken. Dus hier klik je op tekstvak maken. Links klik en sleep maak je een tekstvak. Welke tekst moet er in dat tekstvak staan? Nou, de datum van Game Up 23 is 4 tot en met 6 augustus. Dus dan typ je in dat tekstvak dus 4 augustus. Hoppakee. Nou. Helemaal leuk en aardig, maar dit tekstvak is nog wit en heeft een rand en dat willen we niet, want het gaat eigenlijk alleen in dit geval alleen maar om de tekst. Dus wat je gaat doen: je klikt hier op vormindeling. Dus hé, je moet dit tekstvak geselecteerd hebben en dan op vormindeling vind je hier vormopvulling, geen opvulling en vormcontour, geen contour. Maar waarschijnlijk zijn er nog wel eisen aan de tekst van dat tekstvak. Alright, zijn vet gedrukt en minimaal 18 punts en start en finish moeten zichtbaar blijven. Nou, vet gedrukt, je selecteert hem en je drukt hem vet. <laughs> minimaal, wat was het? Ik heb het al nou weer vergeten. Hm. Minimaal 18 punts groot. Dus je klikt deze aan, minimaal 18, dus 20 mag ook. En start moet zichtbaar blijven. Alright, dus 4 augustus. Start. Oh, er moet nog wel 2023 achter. Nou, wat ik ook kan doen is met enter, doe ik even zo, nog een keer enter, maak het tekstvak een klein beetje groter. Dan heb ik 4 augustus 2023 op de goede plek staan. Dat moet ook bij finish en dat gaan we doen door heel makkelijk dit tekstvak te selecteren. Ctrl-C, eventjes eruit klikken, Ctrl-V en dan krijg ik dus hetzelfde tekstvak. Dan hoef ik niet helemaal opnieuw er eentje uh, nieuwe te maken. En dan zeg ik de finish, die is op 6 augustus. En die zet ik dan ook zo in het vak. Volgens mij is dit, ik weet het wel zeker, helemaal goed. Binnen het tekstvak van start en finish, vet gedrukt, 18 punts En de teksten start en finish zijn nog steeds zichtbaar. Oké, okay. dan een voettekst. Die bevat de tekst mede mogelijk gemaakt door, gevolgd door de namen van de sponsoren. Oké, okay. gaan we even fixen voettekst die uh, kun je maken door als volgt hier onderaan de pagina te klikken en niet één keer, maar dubbelklik dus dubbelklik en dan krijg ik hier voettekst. En dan typ je hier mede mogelijk gemaakt door dubbele punt en dan krijg je uh, die sponsoren moeten erbij. Dus die kun je gewoon selecteren, ctrl C en dan hier Ctrl V. Kunnen we dit nog eens eventjes bij start eventjes centreren? Mede mogelijk gemaakt door Toys Mirror en, bla bla. en hier, al die dingen. Hoe kom je weer uit die voettekstmodus? Want de rest is nu allemaal uh, grijs. Gewoon hier dubbelklik en dan zit ik weer gewoon in mijn gewoon document. En op die manier maak je dus een voettekst gefixt. Zijn er nog eisen aan hoe groot die moet zijn of lettertypes of Tekengrote nieuwen, helemaal niks, gewoon de tekst. Dan informatie wat er te doen is, staat in het tekstvak zonder kader. Dit tekstvak staat op de eerste bocht van het spelbord, zie je opzet. Tekengrootte van de tekst is minimaal 22 punts, staat schuin en heeft een opvulkleur. De opvulkleur is lichter dan de kleur van het logo en mag over de vakjes van het spelbord heen staan. Nou, dat zijn een heleboel eisen die je nu gelijk weer gaat uh, vergeten. Maar eens even beginnen. Eerst een tekstvak maken zonder kader en in de eerste bocht zetten. Oké, okay. kijk, we hebben nog een tekstvak hier zo, deze, en die heeft geen kader en een kader is dus een rand. Dan geef je Ctrl C. Ctrl-V. Dan heb ik een nieuwe tekstvak en die staat hier aan de binnenkant van de eerste bocht. Wat is er te doen? Nou, dan kan ik hier, oh ik zit hier even bij die andere Word, weet je wel. Dan kan ik gewoon eventjes Ctrl-C, doe ik hier Ctrl-V. Wat is er te doen? Even kijken naar de eisen. Tekstvak zonder kader, check. Eerste bocht, daar staat hij. Dat is de goede locatie. Tekengrootte van de tekst is minimaal 22 punts. Dus dan moet ik ze hier eventjes selecteren. En dan maak ik hier minimaal 22 punts. Nou, misschien wel zelfs 24. Oké, okay. eens kijken of we dat een beetje erin kunnen vreubelen. Zoiets. Even kijken. Staat schuin en heeft een opvulkleur. Gaan we doen. Schuin. Hierboven kun je een tekstvak altijd een beetje draaien. En hij moet een opvulkleur hebben. Ik maak hem een beetje kleiner, zodat hij precies om de tekst heen zit. Ga ik hier weer naar vormindeling, vormopvulling en dan een kleur, bijvoorbeeld deze. Check, beetje licht, vaag groenig, zeg maar. De opvulkleur moet namelijk lichter zijn dan de kleur van het logo. Nou, ik vind dat dit lichter is dan dit donkere geel. Vind ik gewoon. Ha. En hij mag over de vakjes van het spelbord heen staan. Oh fijn dat mag, want anders. Past het niet, zeg maar, als het die tekengrootte van 24 of minimaal 22 heeft? Oké, okay. gefixt. Dan door naar informatie over Big Bak. Big Buck. Big Bak. Hm. Staat in een afwijkende vorm, dus geen rechthoek of vierkant, maar en met een kader, dus een rand. Deze vorm staat op de vierde bocht van het poster. Zie opzet. Dus uh, hier, zo aan de binnenkant. En hier hebben ze een, een wolkje van gemaakt. Hartstikke leuk. Hm. Hoeft niet per se een wolk te zijn. Het moet gewoon een afwijkende vorm zijn. Tekengrootte is weer 22, minimaal. En een, dezelfde opvulkleur als dat andere tekstvak. En hij mag ook over de vakjes van het spelbord heen staan. All right. Ctrl C. Even wegklikken. Ctrl V. Pak ik even deze. En deze staat dus hier. Maar dan met uh, de andere tekst over de Magic Back. Ctrl C. En dan hier Ctrl-V. En dan is je tekst natuurlijk uh, kleiner. Hey. Maar goed, daar kunnen we wat aan doen. Even kijken. Nou, maken we er ook weer 24 van. En hij heeft een afwijkende vorm. Hoe doe je dat? Je gaat naar vormindeling. Heb je hier vorm bewerken. En hier heb je vorm wijzigen. En hier volgens mij staat een wolkje. En hier is de wolk. Bam! Een andere wolk als in het voorbeeld. Maar dat mag de pret niet drukken. Ik zet hem zo een beetje hier neer. Ja, dan moet je even kijken dat je wel alle tekst kan lezen. Dat is vaak met afwijkende vorm een beetje annoying. Uh, koop een Magic Bag en steun het goede doel. Drie spellen voor maar 25 uur. Het is een koopje, dames en heren. <laughs> Hebben we nog meer eisen die we nu over het hoofd zien? Uh, de vorm heeft dezelfde opvang. Even kijken hoor. Staat in afwijkende vorm. Check. A, ah, met kader. Dus we moeten er nog een kader in zetten. En een kader, dames en heren, is een contour, oftewel een rand. En er staat niet bij welke. Dus ik doe welke kleur het hoeft te zijn. Ook niet. En welke dikte maakt ook niet uit. Maar ik doe maar een beetje dik. Dan kan je in ieder geval laten zien. Het staat er echt. Don't miss it. Geef mij die punten. Ha. Afwijkende vorm. Kadercheck. Vierde bocht van de poster. Tekstgrootte klopt. Dezelfde opvolkleur als die andere. En hij mag over de vakjes van het spelbord heen staan. Dus gefixt, dames en heren. Wat dan nog? Twee afbeeldingen. Deze is een beetje tricky. Twee verschillende afbeeldingen. Waarop in totaal twee pionnen en één dobbelsteen staan. Ze staan in de tweede en de derde bocht. En ze mogen niet over de vakjes en pijlen heen komen te staan. Nou, en als we kijken naar die afbeeldingen. Dan heb je deze. Het is een beetje tricky, hè? Want je hebt hier. Een afbeelding met één dobbelsteen en vier pionnen, maar je mag maar twee verschillende afbeeldingen. Je moet er dus twee afbeeldingen ingooien met in totaal twee pionnen en één dobbelsteen. Nou, dat is wel één dobbelsteen, maar er zijn gelijk vier pionnen achter, dus deze valt per direct af. Dus hebben we eigenlijk alleen nog maar uh, deze een dobbelsteen met een pion en nog een losse. En die kunnen we dus eventjes erin gaan zetten. Dus deze moet erin. Oh kijk en nu krijg je gelijk een demonstratie van wanneer het misgaat. Kijk, ik had net dit tekstvak uh, actief en daar zit nu deze daarin en deze kan ik dan heel moeilijk ergens verplaatsen. Dat is gewoon echt irritant. Dus als je iets een uh, afbeelding in Word zet, door klik en sleep of, of wat dan ook. Zorg ervoor dat je niks hebt geselecteerd. Dat die cursor gewoon eigenlijk in het niks eh, knippert. En dan kun je dus klik en sleep. En dan kun je hem dus ergens neerzetten. Zorgen dat hij voor de tekst staat. Positiepagina fixeren. Dat hij niet in een tekstvak belandt. Want dan zit hij vast en dat levert gewoon een hoop gedoe op. Alright. Nou, die andere er nog bij ingooien. De losse pion gooi ik daarin. En ook hier weer zorgen dat hij tekst staat en de positie op pagina fixeren. Even kijken naar de eisen. Twee verschillende, We hebben dus de goede afbeeldingen gekozen. Staan in de tweede en het de derde bocht van het spelbord. Zie dus opzet. Dus hier een afbeelding en daar een afbeelding. En maar let op, niet over de vakjes en pijlen van het spelbord heen staan als u du Nou, uh, dus deze hier en deze daar. Het zegt niks over de grootte. Dus we kunnen hem een beetje kleiner maken en deze ook een beetje kleiner maken. Maar dan zitten we nog een beetje met een probleem, want de achtergrond van deze afbeeldingen is wit en daardoor gaat hij dus over die vakjes heen. Kun je heel makkelijk fixen. Ja, het beste is een transparante PNG gebruiken of de achtergrond weghalen. Maar voor nu eventjes quick solution is gewoon een klein stukje bijsnijden. Afbeeldingsindeling bijsnijden en dan kun je het op die manier zo wat meer in de rand zetten. Ik pak die andere eventjes, snij ik ook eventjes bij. Niet over het pion heen natuurlijk, maar gewoon net uh, zo. En misschien nog wat aan de bovenkant. En de onderkant. En nog aan deze kant. En dan bijsnijden. En dan staat de pion op zijn plekje. Ctrl, scroll, zoom ik eventjes uit. Ik heb de onder, ik heb de voettekst. Deze klopt. Ik heb hier deze, 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 deze. Nou, ik, kan, ik heb nu. <laughs> ik maak hem al voor de derde keer, volgens mij. Dus ik weet dat ik alles gedaan heb. Maar als jij je examen maakt, moet je dit echt een beetje goed fixen. Zorg ervoor dat je een marker meeneemt of een pen en kras en streep. En zorg ervoor dat je alle eisen hebt gedaan, want dan weet je dat je de maximale punten gaat scoren. Allright, dit is de poster. Ik vind hem oetsen lelijk, maar daar gaat het niet om. Het gaat erom dat jij je DNP examen haalt. Oké, okay, dit was hem voor nu. Op naar de volgende. Maak iets.